If you ever wonder what friends are for, just... Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze weekendvlog. Het is voor mij vandaag, ik moet even nadenken, het is zaterdag, want het is weekend, dus dat is logisch. En ik start deze weekendvlog op zaterdag, dus het is zaterdag. Ik ben wakker, het is zoals je zag bijna half acht. Ik ben om 7 uur opgegaan uit mijn eigen. Ik werd wakker om 7 uur. Dus ik dacht, oké, dan gaan we daar gewoon uit. Ik heb gisteravond gedoucht, dus het lijkt alsof ik nu gedoucht heb. Maar ik heb me alleen gewassen, want mijn haar stond helemaal overeind. Dus ik was verplicht om mijn haar zeik nat te maken. Dus het ziet er niet uit nu. Het is allemaal heel plat, maar het is even lekker aan het drogen zo. Het is dus zaterdag vandaag. Het weekend heb ik niet zo heel erg veel plannen. Ik zie er vandaag wel iets chiquer uit dan normaal. Ik heb een blauw blouseje aan met kant. En een zwarte broek. En vraag me niet waarom ik dit aan heb, maar ik zag het in mijn kast hangen en ik dacht, dit is leuk om aan te doen. Dus dat gaan we gewoon doen, omdat ik het gave hier aan vind, zodat je mijn tatoeage er gewoon doorheen ziet. Dus dat vind ik heel tof. Ik weet niet waarom ik dit aan heb vandaag. Ik vind het oké. Dus, ja goed, in ieder geval. Mijn moeder slaapt nog. Er is niks mis mee, maar ik ga wel koffie zetten. Dus dit gaat zo in de vaatwasser. En ik ga zo meteen de vaatwasser ook even leeg trekken. Maar ik ga eerst naar boven om zo'n vlog te gaan editen. Ik wil even deze mok. Ik vind deze mok zo fijn. Die heb ik bij de Action vandaan. Die vind ik super chill. Dus die gaan we nemen. En ik ga gewoon een koffietje zetten. Gewoon lekker simpel. Normaal zet ik een potje koffie voor mezelf, maar we gaan nu gewoon even aan mijn kleine koffie in mijn paarse beker staat hier nog zitten. Ik ga voor een heel klein scheutje amandelmelk of havermelk. Ik vind dat echt heerlijk. Ik vind dat serieus echt super lekker. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Ik ga nu ook een beetje havermelk erin. Want nu zie je dat de melk toch nog onder de rimpels heeft zitten. Ondanks de koffie er bovenop is gegaan. Maar goed. Even de lippen afspoelen. Zo. Voilà. Ik heb trouwens een roze hoesje om het te delen, jongens. Als jullie mij goed kennen, dan weten jullie dat mijn favoriete kleuren geel en roze zijn. Vroeger was dat heel erg rood en nu niet meer. Nu is het echt serieus roze en geel. Ik ben super blij natuurlijk. Ik ga ook koffie meenemen, want ik ga proberen op mijn MacBook de weekvlog te editen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. We gaan naar boven. Goed, de video boven is aan het renderen, dus die is aan het opslaan. Dat is top. Alleen het leuke is dat mijn ouders gebruiken mijn laptop, mijn Chromebook, die ligt hier, voor een lijstje bij te houden met alle boodschappen en dingen met in de Excel bestand en zo. Maar dat ondersteunt mijn moeder haar laptopje niet. Maar het leuke is dat ik nu met een idioot grote laptop moet zitten, terwijl hun mijn kleine laptopje hebben. En mijn moeder heeft een heel klein laptopje. En datgene waar ik het alleen maar voor gebruik is gewoon een beetje internetten en that's it. Dus ik zit hier nu beneden op mijn maat laptop. Ik weet niet of ze het oké vindt. Maar ik zit gewoon op mijn eigen account. Tenminste, die ben ik nu aan het installeren. En ik zet nog een extra kopje koffie. Het duurt vaak wel heel even voordat dit klaar is. Maar ik denk, ja, voor gewoon een beetje internet is die laptop verder prima. Kijk, je kan er geen hele Word-bestanden op opslaan en uittypen. Dat ding heeft dan gewoon weinig geen opslag. Dus... Hij is nu bezig, maar ja, ik denk ja, even, ik moest even wat opzoeken, denk, dat doe ik gewoon hier. De andere laptop doe ik elke vast. Dus ja, en die MacBook jongens, ik heb het opgegeven, hij werkt niet. Ik ben er klaar mee en hij wordt ook gewoon serieus super heet. Dat ding dat kookt echt als je even op die laptop geweest bent. Dus ik heb hem erbij neergelegd en ik vind het best. Ik heb hem in de hoek gelegd en ik raak hem niet meer aan. Dus vandaar dat ik heel even hier zit. En hij is bijna klaar zo te zien, dus dat is top.
Nou, hij is klaar zo te zien. En het leuke is, deze is starts. Dus dat is ergens wel een beetje fijn. Dus maar ja, in ieder geval ga ik nu deze laptop even instellen naar mijn accountje. Mijn moeder is hier nog steeds gewoon de baas over, zeg maar, van die laptop. Dat is de eerste persoon waar die naartoe gaat. Maar ik dacht, ja, ik doe het gewoon eventjes zo. Ik heb gewoon ingelogd met mijn eigen account. Dus er gebeurt niks met wat er op mijn laptopje staat. Dat kan mij allemaal niet veranderen, want ik ben ook niet de administrator, of hoe ze dat daar noemen. Dus ja, dat eigenlijk. Goed, toppie. Dat is ook weer gekeurd. Mijn raam dicht, want het is nou wel fris aan het worden hier. Zo. Ik ga eens kijken of deze het alweer doet. Het is echt heel fris hier. Oh. Eens kijken hoor. Top, ik kan in ieder geval deze edit nog even gaan bewerken en dan is het ook allemaal klaar. Ik heb niks te doen vandaag. Echt helemaal niks. Niks te doen het weekend. Ik ga zo maar eens kijken wat we gaan doen. Ik ga zo meteen in ieder geval nog even mijn skincare doen en een beetje make-up opdoen. Dat moet ook nog gebeuren. Goed. Ik heb net iets gedaan, jongens. En ik dacht, dit is veel en veel beter. Het is jammer van de spiegel die aan mijn muur hangt. Maar ik vind het wel beter. Ook voor het filmen van video's is dit perfect. Ik ga het jullie laten zien. Ik zit namelijk ergens anders. Ja, wel op dezelfde plek. Maar omgekeerd. Ik heb namelijk mijn tv, die stond op mijn bureau. Die heb ik daar weer gezet. Op dit kastje. En eens dacht ik, het is zonde van die spiegel. Maar ik gebruik die spiegel never nooit. Echt serieus nooit. Dus ik dacht, ja, weet je, ik ga hem gewoon daar zetten. En ik vind de spiegel helemaal, ik vind hem mooi, maar ik vind hem helemaal niet zo heel erg leuk. En ik merkte de laatste tijd heel erg dat hij scheef hangt en daar irriteer ik me dood aan. Dus, tada. Dit staat nu hier. In mijn bureau, zoals je al ziet, heb ik omgedraaid zodat ik en meer licht heb. En zodat ik mooi op deze muur kan filmen als ik wil filmen. En ik moet eerlijk zeggen, jongens. Ik vind het niet lelijk staan. Ik vind het sowieso leuk dat als ik hier lig, dan kan ik gewoon lekker tv kijken. Zonder dat ik zo moet gaan zitten de hele avond. Of daar een toekje helemaal in geprakt moet gaan zitten. Ja, ik weet niet. Ik vind het wel leuk staan. Ik wil alleen mijn bureau een klein beetje aanschuiven naar poefje. Klein stukje. Kan niet verder? Kan er niet verder meer? Nee, volgens mij kan er nu niet verder meer. Zo. Ik vind het wel leuker staan. Ik weet niet, misschien dat ik kan het even altijd gewoon weer los pluggen en gewoon weer terug daar zetten en mijn bureau draaien. Maar ik wil even kijken hoe dit bevalt. Ik vind het voor het filmen van video's makkelijker nu. Ja, ik weet niet. Ik vind het op zich wel tof zo. Dus we gaan kijken hoe mij dit bevalt. Ik ga wel even mijn tv aanzetten. Mijn afstandsbediening ligt namelijk hier naast mijn bed. Op de doos, zodat ik er gewoon lekker makkelijk bij kan. Als ik wil. Dus daar ben ik blij mee. Dus ja. Ik weet niet. Ik vind het zo wel kunnen eigenlijk. In ieder geval ga ik nu de video uploaden. Want hij is klaar. Dus dat ga ik doen. De allereerste weekvlog, jongens. Hoe is het trouwens? Laat even in de reacties weten als jullie de weekvlog hebben gezien. Hoe jullie hem vonden. Want ik vond hem hartstikke leuk. Ik vond het daarentegen wel heel erg wennen. Dat ik dacht van, oh, oké. Maar voor de rest vond ik het op zich wel kunnen. Dus ik zeg helemaal top. Ik ga eventjes naar de plus toe. Om wat boekjes weg te brengen. Wat handdoeken te halen. En even naar de Action om nog zo'n lichtsnoer te halen. Want ik heb er daar gisteren twee van gesloopt. Die dingen die zijn zo ontzettend
breekbaar. Dat ik er twee gewoon echt van elkaar heb losgetrokken. Dat ik denk van, oh, hoe doe ik dat nou weer? Maar ik wil er nu dus eentje hier bij mijn bureau. Zo bovenop mijn bureau dat ik licht heb. Dus dat gaan we doen nu. Ik ga er eentje halen. Die had ik gisteren eigenlijk al willen gebruiken, maar die is kapot getrokken. En toen had ik er nog eentje en die was wel voor hier. Dus het is het een of het ander. Maar in ieder geval ga ik nog eventjes een lichtsnoer halen. Die was maar €2,30 of zo. Dus is niet zo duur. Maar het is toch zonde dat ik het weer kapot heb gemaakt. Maar goed, ik ga even naar de Plus om, wat ik al zei, even een paar boekjes in te leveren en handdoeken te halen die ze daar in een soort aanbieding hebben. En daarna ga ik even langs Action en dan ga ik weer terug. Daar ben ik weer. En ik heb een paar dingen gehaald. Ik ga het jullie even laten zien. Allereerst heb ik dus twee pennen gehaald, want ik heb deze voorheen gehad. Maar die schrijven niet zo lekker mee, dus ik heb twee nieuwe gehaald. Ik heb twee lichtsnoeren gehaald. Natuurlijk, bij de lichtsnoeren heb ik ook batterijen gehaald. Anders gaat het niet aan. En ik heb een potje slakkencreme gehaald. Of hoe dat ook, slakkengel voor op je gezicht. Ik weet niet hoe het werkt. Ik hoorde wel veel goede dingen over, dus ik ben benieuwd. Maar ik ga deze gelijk uitpakken. Eentje over mijn complete bureau doen. In de hoop dat het werkt. Ik ben benieuwd. Ik ga deze in ieder geval vast loshalen. En opplakken. Als het wil werken trouwens. Krijg je dit nou toch altijd goed los? Dat vraag ik me altijd wel weer af. Als het altijd zo goed was. Ik trek altijd die lijmlaag tegelijk mee af. Ja, heb eens. Heb het. Ik ga hier beginnen. Klein bochtje om. Deze ga ik echt op de rand van mijn bureau zetten. Ik moet zorgen dat hij goed terecht komt. En hoe leuk is het dan als er 's avonds zo'n lampje brandt hier. Dus precies op de rand zit, kan het echt leuk worden. Deze gaat er een beetje naast, dat zie ik nu. Dat was niet de bedoeling. Laat ik hem op de computer loshalen. Kijk, maar het gaat dus best wel goed. Ik raad je wel aan om alles even goed schoon te maken voor je dit doet. Want als er iets van stof of vettigheid onder zit, dan zit dat niet zo mooi. Oh, hij sluit niet helemaal aan, zie ik, maar dat maakt op zich niet zo heel erg veel uit. Eigenlijk dat komt ook omdat hij hier doorloopt. Dan zet ik hem hier gewoon aan de zijkant, zet ik hem vast, want er zit dus ook een klitterbandlaag hier, dus die kan je hier mooi opzetten. Ik ga het jullie gewoon allemaal laten zien. En nu moet ik heel eerlijk zijn, ik moet wel voorzichtig zijn aangezien ik straks niet weer dit los wil trekken. Zo. Nu de batterijen er nog in doen. Kijk, nu kan ik deze dus los trekken. Ik moet trouwens wel voorzichtig zijn dat hij niet loslaat, want wat ik zeg, ik wil dus niet weer. Even kijken hoor, ik moet de kleintjes hebben, dat zijn deze.
Ik wil dus niet weer een lamp voorop trekken. Dat is dus al met twee van die lampen gebeurd en dat is echt vreselijk. Dan kun je dus gewoon weer helemaal opnieuw gaan beginnen en een nieuwe kopen, want ik heb er dus twee weg moeten gooien. Omdat ik dus niet had verwacht. Oh, ik hoor allemaal appjes binnenkomen. Omdat ik dus niet had verwacht dat ze zo ontzettend... snel kapot gingen. Maar goed. Daarom was ik wel blij dat ze niet zo heel erg duur waren. Klepje erop. Oh. Die batterijen blijven er wel echt slecht in zitten trouwens. Yay! Hij doet het. Deze erop. En kijk, kan ik hem zo gewoon elke avond vastzetten. Zo. Aan, uit. Toppie. Superleuk. En dan heb ik er dus nog één gehaald. Maar ik twijfel dus. Want die wilde ik eigenlijk op mijn tv doen. Maar aan de andere kant denk ik, kan ik die gewoon niet beter reserve houden. Ik denk dat dat een beter plan is. Ik ga deze gewoon in mijn kast leggen hier. Voor als er eentje stuk is, dan heb ik er één reserve. Want ja, wat moet ik er uiteindelijk met twee? Alhoewel, ik kan hem ook in mijn kast doen. Oh nee, dan krijg ik hem niet meer open. Dat is een slecht plan. Even de batterijen dus terug in het doosje. Batterij opbergen. In de kast. Bij alle andere rommel. Deze kast, jongens, zit echt vol met rotzooi. Dit was ook een nette kast, hè? Net als die. Maar deze is nu netjes en dit is nu een rommelkast geworden. Maar goed, daar zit in ieder geval achter een dichte deur. Dus dat is mooi. Even kijken hoor, dit is afval. En laat ik nou nog... Oh nee, wacht, die van de zak is nu al beneden. Nou, dan gebruik ik dit gewoon lekker als afvaltasje. Hé, hey, top. Zo. Toppie. Goed, die video is geëdit, dus dat is helemaal top. Die is nu daar aan het uploaden. Ondertussen heb ik mijn eigen laptop erbij gepakt. Want ik edit altijd op de laptop van mijn vader. En nu... Ik ben natuurlijk op mijn eigen laptop. Dit is mijn oude school laptop. Die heb ik helemaal teruggezet naar fabrieksinstellingen. Die werkt gewoon helemaal prima. Hij is alleen een beetje trager dan wat hij voorheen was. Maar voor de rest doet hij het nog goed. Dus dat is helemaal top. Ja, ik ben lekker een beetje aan het chillen. En een beetje dingen aan het doen. Dat is ook wel ergens weer lekker. Dus... ja. Ik ga dus ook eens even op internet. Ik heb een aflevering van mijn serie verder gaan kijken. Nu heb ik al zin in. Mijn moeder is beneden bezig met de cavia's. Die ook alleen maar moppen. Oh, dus de cavia's lopen steeds in de weg. Maar goed. Ik ga even verder met... dingetjes. Ik ben bijna klaar met al het werk wat ik ook moest doen. Ik moest nog een paar dingen mailen, dus dat moet natuurlijk ook gebeuren. Dus dat gaan we ook maar even doen. En voor de rest niet zo heel erg veel. Goedemorgen allemaal. Oh, het is vandaag zondag. Ik ben gisteravond gewoon gaan slapen. Ik heb niet meer gevlogd. Ik was ook echt wel redelijk moe. En nu denk ik, oh man. Ik ben weer wakker. Een beetje keelpijn, maar ik denk dat het komt omdat ik met mijn mond open slaap. Ik betrapte me daar vannacht op. Ik dacht van, waarom lig ik open met mijn mond? Maar goed, dat maakt het natuurlijk allemaal weer goed met een kopje koffie. Ik klink ook gewoon echt heel erg groggy, maar ik ben helemaal niet moe ofzo. Ik ben al een half uur wakker, maar... Dat komt ook door mijn verkoudheid. Mijn ochtendverkoudheid. Ik ga wat vlogs kijken. Ik zie dat Alicia Marie nieuw heeft geüpload. Ashley Nicole heeft een nieuwe geüpload. Heel veel mensen. Dat ik denk, yes, eindelijk. Dus we gaan weer even genieten van een aantal leuke vlogs. En dan ga ik me zo meteen allemaal gemakje wassen en aankleden. Ik heb niet zo heel veel plannen verder. Buiten dat ik... Ik ga mijn lichtje hier aan doen. Bam. Buiten dat ik zo meteen eventjes mijn kledingkast wil gaan rechttrekken
en mijn jassen van beneden naar boven wil gaan halen en opbergen. Want dat is echt niet normaal hoeveel jassen er liggen en de helft draag ik niet eens. Dus het is tijd om die wel even uit te gaan zoeken. Verder rest heb ik het idee dat het vandaag warm wordt, jongens. Ik ga dat gelijk ook eens even checken. Want de zon schijnt heel erg hard. Het wordt 13 graden vandaag. Oh nee, het is 13 graden vandaag en het wordt 17 graden vandaag. Het wordt echt de komende week, jongens, zo lekker weer. Dus ja, morgen is 20, daarna wordt het 22, 24 en donderdag is het 26 graden, pin van yes. Dus misschien dat ik zo een jurkje aan doe. Ik weet het niet, moet even kijken. Ik heb nog wel wat leuke jurkjes liggen, dus misschien dat ik er wel eentje aan doe vandaag. Het zit ook gewoon lekker chill. Verder wil ik vanmiddag... Verder wil ik vanmiddag nog heel eventjes naar Zuidplein toe. Esje moest daar iets ophalen en ik moet er ook heel eventjes wezen. Dus daar ga ik even heen met haar, denk ik, vanmiddag. En verder... Niet zo heel veel, denk ik, eigenlijk. Niet zo heel veel plannen. Er had nog wel een dingetje, daar heb ik gisteravond nog even over na zitten denken. Ik ga hier iets aan zetten. Ik moet van het ziekenhuis een medicijn gaan uitproberen. Het laatste medicijn wat ik eigenlijk uit kan proberen voor mijn darmen. Maar dat medicijn, dat wordt niet vergoed. En dat moet ik zelf gaan betalen. Ik ben de naam even vergeten. Ik weet bij God niet hoe het heet. Want dat wil ik ook graag gaan opzoeken wat het medicijn er precies doet. Maar dat medicijn, dat kost meer dan 80 euro. Dus ik denk, ik snap dat ze willen dat ik het ga proberen. Ik heb nogmaals gezegd, stuur het recept maar door naar de apotheek en dan kijk ik wel of ik het haal of niet. Maar ik denk dat ik het weer niet ga halen. Ik vind het toch heel erg duur. Kijk, ik heb het geld wel, maar ik kan het geld beter gebruiken voor andere dingen. Want ik heb straks nog een studieschuld die ik moet terug gaan betalen. Ik moet in de komende maanden wil ik beetje bij beetje gaan sparen om een nieuwe laptop te kopen voor mijn opleiding. Die ik natuurlijk in september of februari ga volgen. Dat ik denk... Daar gaat ook allemaal geld naartoe. Ik moet ook gewoon een buffertje opbouwen voor als er dingen zijn. Dus dat is wel even een ding dat ik denk, ja, is dan die 80 euro het waard om een paar pillen te kopen die, als ze werken, helemaal top. Als ze niet werken, dan zit ik ermee en heb ik 80 euro weggegooid voor niks. Dat vind ik wel heel erg zonde. Dus ja, ik weet niet. Ik laat het heel eventjes nog. Misschien wil ik volgende week denk, ik ga ze gewoon halen. Ik ga achterkant heel erg klein, maar je weet het niet. Maar ja, ik ga in ieder geval wat YouTube video's kijken. Ik heb weer genoeg gekletst. Mijn bed is trouwens al opgemaakt. Dus dat is helemaal top. Ik heb trouwens wel al kleding klaargelegd voor vandaag. Een broek en een t-shirt. Maar misschien wil ik zometeen toch gewoon een jurkje aan doen. Ik weet het niet. We gaan in ieder geval even een YouTube video kijken. En ik ben klaar. Jongens, de make-up zit erop. Ik dacht, ik ga eens gewoon lekker uitbundig vandaag. Dus ik ben voor een oranje ooglook gegaan. En ik hou hier echt heel erg van. Mijn ogen springen hier ook echt super tof. Dus, ik heb een oranje ooglook. Verder heb ik dit aan. Ik heb een tenuutje. Ik ga het jullie even in de spiegel laten zien. Dat is veel beter. Ik heb aan dit tenuutje... jurkje, blouseje, dingetje. Ik weet even niet hoe je het noemt. Dit heb ik bij New Yorker gekocht. En dat heb ik echt al 2 jaar in mijn kast of zo. Maar ik draag het bijna niet. En ik dacht vandaag, ik ga het gewoon aandoen. Ik heb een lichtblauwe broek eronder. En ik heb nu nog geen schoenen. Maar ik doe straks gewoon lekker mijn witte gimpjes eronder. Ik heb verder gewoon lekker full face make-up gedaan. Ik had er zin in. Ik denk, we gaan het ook gewoon lekker doen. Dus ik heb foundation op. Ik heb oogschaduw. Ik heb mijn wenkbrauwen gedaan. Ik heb highlighter, blush. Ik heb nu een lippenbalsem op. Maar ja, ik dacht, we gaan het dus eventjes helemaal anders doen dan normaal. Dus ik heb oranje ogen. En ik vind het stiekem gewoon wel echt heel erg leuk. Mijn oorbellen zijn weer gedraaid, zie ik. Zo, maar ik ben dus echt super tevreden. Ik heb heel veel highlighter op, dat dan wel weer. Maar het maakt het uit, dat mag wel eens voor een dag.
Het is nu dus vandaag, zondag heb ik al lang gezegd natuurlijk, maar op zondag gaan de winkels pas om 12 uur open. Dus op zich ben ik nu redelijk klaar. Ik ga even naar beneden om wat te eten, want dat heb ik nog niet gedaan. En verder niet zoveel plannen. Mijn kledingkast is trouwens wel gedaan. Ik ga het jullie even laten zien. Tadaa! Hier liggen al mijn truien opgestapeld. Hier liggen al mijn t-shirts. Daar liggen ook nog wat truitjes, dunne truitjes en t-shirts en dingen. Daaronder liggen mijn broeken. Hier in die twee mandjes ligt mijn ondergoed. En hierboven ligt mijn chillkleding, maar dat is op zich altijd een wende, dus dat laten we ook gewoon lekker zo. Ik ga naar beneden en ik ga even lekker ontbijten, want dat is ook wel nodig en ik heb wel best wel trek. Goed, ik ben nog steeds op mijn kamer. Ik ben nog steeds YouTube video's aan het kijken en ik ben het lekker aan het opruimen geweest. Mijn jassen zijn overigens beneden ook opgeruimd. Ik heb twee jassen en een blouseje laten hangen. En dit dikke vest, die gebruik ik ook wel vaak voor buiten. Hallo. Hey. Ja. Ja, je kan ook wel ingaan. Oké, dat was dus Ash. En ik zou met haar naar Zeppelin gaan om een paar dingen op te halen. Maar ze kan dus niet, want ze moet dus op visite. En ik wil dus nog wel steeds gaan, dus ik denk dat ik gewoon zelf ga dan. Aangezien ik toch niks te doen heb. En ja. Dan ga ik gewoon zelf. Dus ik ga even mijn schoenen aandoen. Ik heb als het goed is mijn hoge Nike's hier liggen, hoop ik. Even kijken waar ze zijn. Dan doe ik die lekker aan en dan gaan we erheen. Oké, goed. Ik zit in de metro. Ik zit in de metro, ik heb lekker dit vest aangehouden. Het is zo heel erg koud, is er dus buiten waait. Het lijkt heel erg koud, maar het lijkt soms heel hard waait. Maar dat doet het helemaal niet, dus daar ben ik wel blij mee. Nu in ieder geval onderweg naar Rotterdam en dan weer terug. Toen, ik had gelukkig nog wat los geld voordat ik op mijn OV kon zetten, dus daar ben ik wel heel blij mee. Het is nu in ieder geval wel. Alles betaald jongens, alles moet betaald hoor. Ik wil natuurlijk gewoon een duik. Maar buiten geen beestje. Ik wil het zo heel mooi dat die duiven hier gewoon gaan wandelen. Ik denk van, ga eruit, ik zit je vast in mijn metro. Maar goed, op naar Amsterdam. En dit zal trouwens ook wel de laatste keer zijn voorlopig. Want ik kom daar veel te vaak en het kost me geld om daarheen te gaan. Het kost me geld als ik daar ben. Dus het is ook wel mooi dat dit de laatste keer is. Dus ik ga er niet heen. Even een paar dingetjes halen die ik nodig heb. En dan gaan we weer terug naar huis. Goed, ik ben even naar Rotterdam geweest. Daar ben ik nu weer klaar. Ik ga nu onderweg naar het centrum toe. Tenminste, daar ben ik al bijna. Want ik moet daar ook nog een paar dingen halen. En aangezien ik toch niet zo heel veel te doen heb, gaan we dat nu gewoon eventjes lekker doen. Mensen kijken me aan. Oeps. Maar goed, eventjes naar het centrum toe. Goed, inmiddels weer terug in de metro. Zometeen naar huis, twee haltes. Dan lopen. En dan ben ik thuis. Top. Ik heb trouwens een andere jas gescoord, want mijn vest was echt helemaal dood. En het was een mannenvest. En hij zag er niet meer uit. Dus ik heb deze jas kunnen scoren. Maar dan is 5 euro. Ik zeg helemaal top, toch? Dus nu naar huis. En dan ga ik vanmiddag proberen mondkapjes te maken van bandana's met elastiek. Ik ben heel erg benieuwd of dat gaat lukken of ik ze niet ga verzieken. Heel gelukkig is mijn moeder thuis, dus ik kan me daar wel bij helpen, want ik ben niet zo heel erg goed in het naaien van kleding en dat soort dingen. Oh jongens. Oh kijk, ik ben aan het bellen met iemand, maar we weten niet wie. Ik kan haar niet zien.
Wie zou het zijn? Oh, ik ben mijn wenkbrauw aan het epileren. Ik heb me net wel lekker omgekleed. Ik ben nu mijn wenkbrauw aan het epileren. Maar deze kant deed niet zeer, maar deze kant wel. Auw. Zo irritant. Ik heb dus zo'n zoomspiegel. Waarin je dus goed kan zien wat je doet. Maar dat kan ook wel een beetje zeer doen. Dus ja, maar het moet wel even gebeuren. Het is een soort van before. Hier is het al gedaan. Hier nog niet helemaal. Bijna klaar. En dan jullie zien zo een after. Goed, mensen. Ik ga afsluiten zo. Het is tijd om de vlog. Slaap lekker te wensen. Serieus, ik weet niet wat ik heb met praten, maar... Ik kan niet helemaal goed zijn. Deze gaat weer terug hier. Zo. Nou ja, wat ik zeg, ik weet niet wat ik heb met praten, maar ik praat echt een beetje onzin of zo. Deze avond echt, ik weet niet wat ik heb. Maar goed, in ieder geval, ik ga lekker slapen. Het is inmiddels 11:15, dus het is echt wel de tijd om lekker te gaan slapen. Ik heb lekker skincare gedaan, ik heb mijn nagels gelakt, zoals jullie net allemaal hebben kunnen zien. Ik heb mijn kleding klaar gehangen vanmorgen, dus dat is top. Ik moet morgenochtend naar de fysio, maar joh, willen jullie weten wat er volgende week allemaal gebeurt? Check dan lekker volgende week de nieuwe weekvlog, want ik ga deze afsluiten. En morgen een nieuwe weekvlog starten. Dus ik bedank jullie voor het kijken op deze video, een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik je heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!